Den Horn aan de A4, een gekantelde vrachtauto vol met verkadekoeken. De brandweer, politie en ambulancedienst werden dinsdagmiddag om 1:15 gealarmeerd dat bij de carpoolplaats bij Peuldijk West een vrachtauto was gekanteld. De chauffeur draaide bij de snelweg A4 richting Rotterdam de afrit op, maar moest naar verluid in de bocht uitwijken voor een paar voetgangers, waarna de vrachtwagen op zijn zij kantelde. Een lantaarnpaal werd door de trailer in zijn val geplet. De chauffeur raakte gewond door dit ongeval en is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Door het ongeluk was de weg geblokkeerd en is de afrit door Rijkswaterstaat verder afgesloten voor verkeer. De vrachtwagen bleek helemaal volgeladen en die wordt als eerste leeggehaald. De berging van het voertuig is in volle gang. Bergingsdienst Vreugdeneel is ter plaatse en ook een mobiele kraan van Blanchard moest eraan te pas komen. De vrachtwagen was afgeladen met verkadekoeken en met spritsen. De foto's en beelden zijn beschikbaar gesteld op westlanders.nu.